Vlog, 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 vlog! Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben vanochtend door mijn rug gegaan, uit bed komen. Maar daar tegenover dat het een prachtige, heldere dag is. Kijk eens wat een uitzicht we dan hebben. Oep, zwaluwtje. Ik weet nog niet wat we gaan doen. We gaan eerst zo meteen maar even ontbijten. Ja, de pijn in mijn rug gaat nog niet echt weg. Ik heb wat pijnstillers genomen, maar het zitten gaat niet zo lekker. Lopen helemaal niet. Dus de anderen zijn zonder mij vertrokken. Ik blijf even een dagje hier rusten. Ze zijn naar Garmisch-Partenkirch. Ja, helaas. Ik heb er geen beelden van. Dus ik ga gewoon lekker boekje lezen en liggen, denk ik. Hallo. Is het een bordje? Ja, anders is het echt niet te nat. Nee, oh, ik bedoel eten voor hem. Oh. Dat is best wel. Mijn dag was een beetje saai vandaag. Hoe was jullie dag? Je mag volle mond praten. Oh, ik heb er een TikTokje van gemaakt. Kan je kijken, nette Piet, TikTok. Leuk. Je hebt trouwens nog zo'n bakje TikTokjes hadden we gehaald. Die heb ik nooit meer gezien. TikTokjes zitten in mijn tas. Oké, zoiets ander onderwerp. Ja, waar zijn jullie geweest? We zijn naar Garmisch-Partenkirch geweest. Dan had ik me eigenlijk een heel romantisch beeld bij. Hmm. Maar het was echt hartstikke druk. En het was ook eigenlijk helemaal niet zo. Het was helemaal niet hartstikke druk. Ja. Het viel onwijs mee. Hartstikke druk is dat je over de hoofden loopt. En zo. Maar dat wel was veel zo. Auto's hoor. Maar het was wel een soort Valkenburg. Het is heel toeristisch dus. Ja. Mijn mening doet er gewoon helemaal niet toe, hè? Ja, maar jij had iets anders had je in je hoofd ervan, hè? Ja. Het was gewoon vooral een winkel. Ja, maar ik vind de respect voor de autonomie ver te zoeken, echt waar. Ja, maar jij vond het druk. Dat is wat anders dan dat het druk was. Ik vond het druk. Ja. Nou, ik vond wel een verschil tussen Garmisch en Partenkirch. We waren eerst in Partenkirch. En dat was inderdaad wat Mirjam omschrijft. Toen waren we even naar naar die berg, weet je ook alweer? Zuchtspizza. Ja, hadden we daarover gekeken, dat was mooi. Mm. Toen kwamen we terug, eigenlijk het Garmisch deel. En dat was wel meer wat jij verwachtte. Ja, denk het ook. Ik kwam weer van jou thuis en zo. Ja. Ja, wel lang leven Google Maps, want je doet dan wel interessante routes. Dus we hebben wel meer huizen gezien dan dat we anders hadden gezien als we de gewone snelweg of zo maar blijven volgen. Okay. Dat was wel leuk. Nou, als het morgen wat beter gaat met mijn rug, dan gaan Netje en ik nog een keer naar elkaar. Dus dan mag ik ook die route, want dat is een mooie route bij Heerlijk, hè? Ja, heel mooie route. Dat is wel waar, zeker. En het is vooral leuk, we zien een berg in de verte, met een hele gekke happer uit. En daar kom je gewoon langs van dichtbij. En dat is wel heel leuk. Oh, daar is het dan. Mm. Dat is gek. Het heeft drie dimensies dan opeens. En je kan niet vanaf zien waar je geweest bent. Ja. En we zijn bij de schans geweest. Want op 1 januari wordt hier altijd schans gesprongen, zoals de meeste mensen wel zullen weten. En die schans die hebben we eventjes bekeken. Ja, dat is altijd voor de kerstcircus, hè? Nee, het is op 1 januari. 1 januari, na het nieuwjaarsconcert. Kerst. Maar nog één heel belangrijk detail. Toen we probeerden de parkeerplaats op te rijden, wat overigens heel druk was. Dat was overigens echt heel erg druk. En mensen kunnen niet parkeren. Toen hebben we bijna Eddie de Eagle aangereden. Ja, dat was hem. Met pensioen, dat zag je direct. Op een scooter, maar dat was hem. Ah, je ging nog even kijken, ja. Weet je niet wie Eddie de Eagle is? Google even. Ja, serie. Moet je doen. Een held. Ja. Nou, leuk. Het is vandaag dinsdag. Ik heb een redelijke nacht gehad. Mijn rug gaat wel weer. Zwijn. We gaan vandaag apart op stap. Wij gaan naar Garmisch-Partenkirch. Want netje van een Dirndl jurkje kopen. En het schijnt dat ze ook hoedjes hebben die wel betaalbaar zijn. Hoedjes. En dan gaan we ook een hele mooie route rijden. In Remmermeer, die gaan vandaag naar een kloof. Ja. Kijk, dit dus. Dat is mooi. Het is bijna 10 uur. We zijn inmiddels aangekomen in Garmisch-Partenkirch. En dan worden we omringd door dit soort bergen. We zagen vanaf afstand ook de skischans. Die kan ik nou niet meer zien, want er staan huizen voor. Maar daar is dit bekend van, weet je wel. Nieuwjaarsdag. Dit is de AB. Ik heb een hoedje gekocht. I feel pretty. We hebben even heerlijke broodjes gescoord voor onderweg. En dan gaan we gewoon lekker zo meteen ergens in een Alpenweide. Gaan we ze huppelend en zingend en jodelend een plekje zoeken om ons broodje te eten. Met jouw rug, huppelen. Ja. Lijkt me een leuk strompelend dan, dat is bijna stel als huppelend.
gaan even lunchen. Even een tussenstopje, maar we gaan eerst even richting het stromende water. Misschien bij jou niet zo handig. Stroomt het hard. Idyllisch is dit, zeg. Het is gewoon een lul wat je wil, maar dit is echt wel heel erg mooi om je kijken. Doorkijkjes. Hey, beautiful lady. Voordat we met de evaluatie gaan beginnen, hoe was jullie dag vandaag, leuk stel? Ja, het was fantastisch. Waar waren jullie ook weer precies? We waren aan iets ten zuiden van Garmisch-Partenkirchen en er is een kloof en daar loopt een snel stromend riviertje doorheen. Een glee. En ja, dat was echt heel spectaculair, ontzettend mooi. Ja, ik was er zelfs een beetje door ontroerd, zo mooi vond ik. Ja, het was echt heel gaaf. Ja. Nou, cool. Ja, dus dat is dan een aanrader van deze omgeving. Ja. Oké, okay. Nou, de laatste dag Bayern. Hoe is het hier bevallen? Ja, dat is dan ik was tot de vorige keer als eerste. Zijn ze er al geweest? Nee, laat mij maar. Nou, meer. Hoe is het hier bevallen in Bayern? Nou, ik had het idee dat wij alle vier zoiets hadden. Oh, ja, dit is het. Dit is het. Het zijn de bergen. Het is, hier zit is het natuurlijk al sterk glooiend. Het is je ziet de bergen al. Ja, je ziet de bergen al. En ik denk toch wel dat uiteindelijk ons hart toch wel bij dit soort landschappen ligt. Dus ik vond het eigenlijk wel jammer dat we weer weggaan. Dat heb ik altijd bij al die anderen. Heel snel. Ja, dat is het. Ja. Alleen dat het weer is wat wisselvallig. Dus morgen wordt het ook heel slecht hier. Dus dan is daar ook wel weer goed dat we weggaan. Ja, maar waar we naartoe gaan is ook wel weer bagger zijn. Nee, zeker niet. Heb ik al gekeken. Wordt helemaal top. Tuurlijk. En het huis is fantastisch. Ja. Dus kijk waar we hier zitten. Niet natuur vind ik ook mooi. Ik weet niet nou hoe ik bedoel dat. Je hebt hier ook. Organisatie. Nou, het is allemaal. De boerenbedrijven zijn ook heel open. Mm-hmm. Wow. Dus je kan ook de weilanden op en zo als je het zou willen. Ik wil dat niet, maar. Maar er zijn ook heel stukken. Heb je beneden in het dal heb je dan een meertje. En dan laatste dan gewoon met rust. Ja. En dat soort landschappen vind ik echt prachtig hier. Ja. In haarspelbochten. Ja, het is gelukt, hè? Ja. Wanneer? Kom er maar in. Ja, maar alles is al gezegd. Nee, ik vind het hier mooi.
En ik hou van deze omgeving. Dus ik zou wel de hele onderstrook zo van Duitsland helemaal willen verkennen. Ja. Ik vind het hier prachtig. En dat we vandaag echt woeste bergen hebben gezien, dat vond ik heel fijn. Ik ben wel echt heel erg teleurgesteld dat ik geen Tirendoljurkje heb. Ja, vertel eens wat voor prijzen. Nou, wij hadden gezien. Wij dachten dat het uitverkooprek was. Ja, dacht ik. Dat dachten we gewoon. Ja, dus lekker goedkoop. Dus €49. Ja, dat is best wel leuk. En dan had ik ook nog wel €85 willen uitgeven. Zoiets, weet je. En als het 110 was geworden. Ik hoop geld voor een jurkje wat je een keer voor een grap aandoet. Maar... Ja, maar is niet voor, dan had ik het misschien wel serieus misschien een keer aan. Nee. Oh, oké. Maar ja, anyways. Nou, anyways. Maar dat was dan alleen het blouseje. En dan moest je nog de jurk en het schoor. Ja, en de jurken waren echt 2, 3, 4 euro. We hebben ook jurken van 599 gezien vandaag. Ja, dus dan is het niet meer leuk. Nee. Dan toen was het toch niet meer zo leuk. Maar jij hebt een leuk boetje, schat. Ik heb een heel leuk boetje. Ja. En die was blij mee. Nee. Die was 3 tientjes. Oh, nou, dat is te doen. Een hoedje. En ik draag. Ontzettende kwaliteit zijn die manieren ook nog. Ja, en je kan hem ook helemaal inrollen en in je zak doen. En als je dan uitrolt, is het gewoon nog steeds een hoedje. Hij zit als een hoedje. Dat die beesten dat kunnen maken. Mm. Wat ik leuk vind van Duitsland überhaupt, want dat hebben we eigenlijk bij alle adressen hebben we dat gehad, is dat het, als je wil uiteten, dat is echt voor een hele schappelijke prijs kan hier. Ja. Kost echt niet zoveel. Vind ik leuk. Klopt. En lekker. En lekker. Oh ja, ik wil ook nog zeggen, dat heb ik in de vorige vlog niet gezegd, dat ik mij een beetje schaam voor mijn vooroordelen over Oost-Duitsland. Het is heel anders dan het beeld wat ik had. Ik had het beeld wat ik had gekregen door de westerse propaganda, denk ik. Dat was van die grote huizenblokken met van die ontzettend verkeerde standbeelden. Maar het was prachtig. Ja. Ook. Dus dat vooroordeel, ik heb me gewoon laten beïnvloeden door de westerse propaganda. Ja. Het zal er ongetwijfeld zijn, of geweest zijn. Maar dat is wel. Nou, veel is er ook niet. We zijn wel alweer 30 jaar verder. Dat weet ik. Zag ook wel... Van die grote blokken uit. Maar heel weinig. Je zag dat ze werd opgeknapt. Ja, alles werd opgeknapt. Dus er werd heel hard gewerkt. Ook wegen. Het is heel veranderd in de afgelopen 30 jaar. Want die wegen waren toen echt heel slecht. Ja, dus er is echt heel veel. En ik heb echt wel stukken gezien dat ik dacht, oh, ik moet toch wel aan Polen denken van 30 jaar terug. Ja, maar ik vond het echt wel minimaal. Ja, dat moet je eens. Er waren heel veel hele mooie boerderijtjes en huizen en zo. Huizen die echt 40 jaar geleden echt ook al lang stonden. Ja, dus, ja, alleen met een nieuw versje. Dus vond ik dat nog even moest zeggen. Morgen gaan we naar Baden-Baden. In Schwarzwald. Ja, dit is eigenlijk ook al. Ja. Ja, net een beetje aan de rand van Schwarzwald voor mij. Ja, geloof dacht ik. Een stad. Het is minder dan 4 uur rijden, zag ik. Ja, we hebben 330 kilometer. We hebben ruim 5,5 uur om daar te zijn. Mogen er niet voor 3 uur zijn. Nou, dat is een luxe lunch of zo. Ja. Tot nu toe dachten we iedere keer dat het meeviel en dan hadden we toch meer tijd dan we dachten. Dus laten we vooral lekker gewoon rijden. We zien het wel. En morgen is al... Mirjam jaren. Ja. Hoe oud word je nou? 46. Je moest even nadenken. Ja. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik zo jong was. Maar dus meer viert morgen de verjaardag in de auto onderweg. Ja, leuk hoor. Bolletjes aan de antwoord. Vlaggetjes en zo. Ze blazen hem helemaal op. Oh, dat hadden we moeten doen. Nee. Heel veel ballonnetjes en dan in de auto. Oh, ja, ballonnetjes zijn slecht voor het milieu. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan niet vier. We zijn niet de ambassade van Nederland in Tokio. Nee. Dus, wil je onze laatste etappe nog zien? Abonneer je. Like en subscribe. Doe een duimpje omhoog. En degene die zich heeft afgemeld als abonnee, heeft zich niet meer gemeld. Maar die ziet mijn filmpjes natuurlijk ook niet meer, want die is niet geabonneerd. Dus abonneer je. En doe ook het... je kan ook op iets... Ik vergeet iedere keer waar je op kan klikken. Belletje. Je kan op belletje klikken. Dan krijg je een berichtje van... Hey, dat is een nieuw filmpje, jongen. Meisje. Mens. Hond. Dier. Aap. Konijn. Beste kijkers. Nou, dag.